Patrick, Vos, een belangrijke sponsor. Kan je even aan de mensen uitleggen waar die voor staan? Wel, het is zo. Karim is sinds 3 jaar partner van de Mr.Kiezing. Wat toch wel leuk is, want we hebben hier een aantal partners zoals Christophe straks ook van Bateau Bleu al van jaargang 1 bij zitten. Als je weet dat we nu naar ons 8e jaar bezig zijn en in de jaargang 9 gaan, is dat toch altijd wel leuk dat die partners ons blijven ondersteunen. En daar wil ik uiteraard Karin ook voor bedanken. Nu, waar staat zij voor? Zoals gezegd, Diamantair in Antwerpen. Heel exclusieve juwelen. Niet de goedkoopste juwelen, maar super exclusief omdat ze allemaal op de hand maakt. Van elk stuk maakt ze maar 1 exemplaar. Dus dat is toch wel een beetje uniek. En als we dan zien dat Christine ook mocht kiezen uit heel veel exemplaren die er lagen, en dat ze dan echt waar een eigen inbreng heeft mogen doen van kijk, die steen vind ik mooi, ik wil hem iets kleiner, of dat vind ik minder mooi, dan is dat altijd wel leuk dat onze winnares toch wel iets, een prachtige, ja, wat ons zich aandenken aan Miss Wellness Beauty kunnen schenken. Een heel persoonlijk geschenk dan ook. Ik heb ze zelf ook gezien op verschillende evenementen van Miss Wellness Beauty. Het leek mij ook een toekomstgericht merk. Heb je er ook die indruk? Dat klopt. Ik denk, zij is met heel veel dingen bezig, ook naar de toekomst toe. En ik denk dat we nog heel lang een lange samenwerking kunnen aangaan. Ik ben er ook een beetje van overtuigd, want ze is ook ondertussen, we zijn goede vrienden geworden, zoals ik met heel veel partners heb, zijn we goede vrienden. En dat vind ik altijd wel leuk, dat het niet enkel het zakelijke primeert, maar vooral ook de vriendschap. En wat we daar in de toekomst samen mee kunnen bereiken. En dat lijkt me altijd veel leuker dan op korte termijn, denk ik. Dus en dat is toch wel een positief punt, dat we daar ook Karin hebben bijgehaald. Want Karin is toch wel iemand met uitstraling en iemand die zegt waar het op staat als het niet goed is. Maar daar kunnen wij uiteraard ook alleen maar van leren. En we delen allemaal de liefde voor de sector. We delen allemaal die liefde voor de sector, want uiteindelijk zijn onze partners allemaal actief binnen de branche, behalve Karin. En Karin heeft gezegd, ik wil mij daar aan linken, want ik vind die sector zo boeiend. En ik vind dat een ambassadrice toch wel iets extra verdient. En ik had zoiets, tja, dat is raar. Zij zelf eigenlijk, via, dat is eigenlijk gekomen toen Jodie de ambassadrice was, hebben we dat contact kunnen leggen. Dat is ook altijd fijn om onze ambassadrices meedenken en dat ze kijken van waar zijn de mogelijkheden. En dat is leuk dat je een team hebt waar je op kunt trainen. Top, dankjewel Patrick.